Mits vorige week Spakenburg uit, vandaag Jong Sparta thuis. Wat een wereld van verschil. Ja, klopt. Vorige week was echt een intense vechtwedstrijd. En deze moet je gewoon over de streep trekken. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. Niet op het mooist, hoe goed we normaal zijn. Maar 3 punten, 1-0 gewonnen. Dus, er ging heel veel fout. Waar lag dat aan? Ja, weet ik niet. Het was een beetje de scherpte. Een paar jongens speelden de ballen verkeerd. En ging de andere een bal fout. Maar de tweede helft hebben we het goed opgepakt. We waren wel erg dominant. Hebben zij volgens mij niks gecreëerd. Dus dan hadden we het wel weer op orde. Maar de eerste half uur of zo, ja, ik weet niet wat dat was. Gewoon, waren even niet scherp. Kan ook gebeuren een keer. Hey, had je wel het gevoel, omdat je zegt in de tweede helft voelde ik wel van, joh, het gaat de goede kant op, dat die goal ook wel zou gaan vallen? Ja, wel. Want we hadden best wel wat kansen. Ook al stond het vizier niet echt op scherp, want we schoten ook veel mis. Maar we kwamen er wel veel en kregen ook wel veel schoten. Dus dan gaat er uiteindelijk wel eentje in. En gelukkig was dat ook zo. Ja, en Dani van der Moot, een invaller. En assist van jou, hè? Ja, klopt. Ja, was een goede. Ilie en ik hebben dit al een keer op de training gedaan, dat ik zo binnendoor kom. En toen hij de bal had, toen zag ik het gelijk. En toen coachte ik hem van binnendoor, binnendoor. En hij gaf hem perfect mee. En Dani stond gewoon op de goede plek. En dat is een goede goal. Nou, lekker gevoel, denk ik, ook voor jou. Ik dacht al zeker de derde assist van jou dit seizoen. Daar ben je al tevreden mee tot nu toe? Ja, zeker. Het was wel weer een tijdje geleden, maar dat het nu weer gebeurt is alleen maar top. Ja, en uiteindelijk 1-0. Dan wordt het op het laatste moment met een veldspeler op het doel een beetje prijsschieten. Ja, toen zeiden sommige jongens ook gewoon van gewoon schieten. Hij kan het toch niet pakken. Ook al pakt hij er wel eentje goed met zijn benen. Maar ja, het blijft een speler, is geen keeper. Hey, maar wel exemplarisch voor de wedstrijd. Al die schoten gingen allemaal over het doel of naast. Hoe ken dat? Ja, ook net zoiets. Was gewoon even niet scherp, maar ja, ik zit er ook wel eens tussen. Zag je dat eigenlijk van tevoren aankomen voor de wedstrijd of in de trainingsweek? Dat je dacht van, joh, Jong Sparta na Spakenburg, ja, daar kunnen wij ons niet voor motiveren. Nee, absoluut niet. Want we zijn nu zo goed bezig en we willen deze lijn gewoon elke week doortrekken. Dus we hebben sowieso niet dat we maandag op de club komen en denken van, deze week gaan we even rustig aan doen. Sparta gaat wel. Het is elke week gewoon, anders kan je ook niet bovenin meedraaien. Dus dat is zeker niet hoe we denken. Ja, nou ja, goed dat je zo lekker draait. Ja, je bent nieuw dit seizoen. Ja, maar we weten nu al, we zijn misschien laat voor het eerste interview met jou, dat je hier de volgende komende jaar ook gewoon zit. Je hebt het zo prima naar je zin, begrijp ik. Ja, klopt. Als het goed is, nog 2 jaar zit ik hier ook. Dus ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Natuurlijk op het veld gaat het ook goed, dus dan heb je het sowieso sneller naar je zin. Maar verder de club, de mensen, het team, staf, alles is gewoon tot nu toe goed en leuk. Dus vandaar ook dat ik nog 2 jaartjes blijf. Ja, een aantal oudspelers van Rijnsburgs Boys hebben, die bij AFC spelen, hebben jou bijgepraat. Daan Walraven, Sjors Kramer heeft jou vorig in het seizoen tijdens de wedstrijd gesproken, ja. Die Rijnsburgs Boys tegen AFC speelde. Ja, uiteindelijk blijken dus al die verhalen gewoon echt waar te zijn. Ja, ik heb geen één slecht woord gehoord van Jurik, van Joel Tillema. Die zeiden alleen maar van Riley trouwens ook nog. Die zeiden alleen maar van ja, geen slecht woord over Rijnsburg te vertellen. En tot nu toe is dat ook zo. Dus ja, ik ben heel blij. Ja. AFC, ja, die wedstrijd thuis miste jij. Dat was jammer. Maar goed, binnenkort staat er wel een andere wedstrijd op het programma. De bekerwedstrijd tegen Volendam. Ja, en daar heb je ook 8 jaar gespeeld. Dus daar kijk je denk ik ook naar uit. Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk mooi. Een paar jongens zitten er ook waarmee ik nog samen heb gevoetbald. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Er zijn wel veel nieuwe jongens ook. Nieuwe trainers en alles, maar kijk er nog steeds naar uit. Ik heb er zo lang gespeeld, dus die club blijf je altijd toch wel een beetje volgen. Dus dat is leuk dat je ze nu tegenkomt. Ja, toen die club uit koken kwam, dus zat jij te juichen thuis? Nou, weet ik niet. Het was een beetje een wedstrijd van ja, moet je hier heel blij mee zijn of niet? Gelukkig is het thuis, dan is het sowieso in ons voordeel. Maar ja, je wil eigenlijk natuurlijk gewoon zo'n mooie club uit hebben bijvoorbeeld. Of een iets makkelijkere thuis, maar ik denk dat we deze, hier zijn we ook zeker niet kansloos. Maar goed, eerst nog de competitie met onder andere de belangrijke wedstrijd tegenover een paar weken tegen Quick Boys, hè? Ja, klopt. Ik ben echt heel benieuwd. Ik hoop dat het super druk is en dat we er vol tegenaan gaan. Goed, hey, succes en ja, dank dat je hebt bijgetekend, want wij genieten ook van jou en van je bijdrage. Ja, dankjewel.